Welkom bij mijn kanaal en leuk dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. In deze video ga ik het hebben over een enorme social media innovatie die de wereld momenteel helemaal op zijn kop zet. Na onder meer Canada, Italië en Japan gaat Instagram ook in Nederland experimenteren met het verbergen van likes. Dus als jij Instagram gebruikt voor jouw business, blijf dan vooral even kijken om te weten wat er voor jou allemaal gaat veranderen. Voordat ik echt ga beginnen met het beantwoorden van het hoe, wat, waarom en wanneer van dit Instagram-experiment, heb ik allereerst op mijn Instagram aan jullie gevraagd wat jullie vinden van deze ontwikkeling. En 81% had aangegeven het een goede ontwikkeling te vinden en 19% had dus aangegeven het geen goede ontwikkeling te vinden. Wat mijn mening is over het verbergen van likes, dat hou je nog eventjes goed, want dat gaan we bespreken aan het einde van deze video. Laten we eerst maar eens beginnen met het hoe, wat, waarom en wanneer van het Instagram verhaal. Om er een beetje een beeld bij te krijgen met hoe Instagram er straks uit gaat zien, heb ik allereerst voor jullie een foto van het Instagram nu. Op deze foto hiernaast zie je dus het aantal likes en die likes kun je openklikken om te zien wie de foto allemaal heeft geliked. Als het experiment in Nederland gaat starten, wat aankomende vrijdag gaat gebeuren, zal Instagram er zo uit gaan zien. En op deze foto zie je dus nog steeds de foto met de symbooltjes eronder, maar je ziet niet meer het aantal likes. En als je op het aantal likes klikt, gaat er ook helemaal niks gebeuren. Want de enige die dan op dit moment kan inzien hoeveel likes een post heeft, dat ben jij. Ja, en dat is nogal wat, vooral voor de mensen die dus geld verdienen met het aantal likes op hun foto's. Maar daar komen we zo eventjes op terug. Eerst wil ik het met jullie gaan hebben over het waarom van dit verhaal. Want waarom zou Instagram dit nu doen? Ik heb een aantal artikelen gelezen online en natuurlijk ook video's bekeken van andere YouTubers. En daarin komt toch wel echt naar voren dat Instagram het belangrijk vindt dat mensen interacteren met hetgene wat er in foto of in de video gebeurt. Los van het feit hoeveel likes een video heeft. De reden waarom Instagram bezig is met het experiment is omdat zij willen dat gebruikers zich meer gaan richten op de inhoud van foto's en video's los van het aantal likes wat zo'n post of video in dat geval heeft. Ze stellen daarin dat het verbergen van de likes ten goede zal komen voor de geestelijke gezondheid en dat mensen door het verbergen van likes zichzelf ook minder gaan vergelijken met anderen. En ik hoor je nu denken, waarom zou zo'n groot social media platform opeens denken aan de geestelijke gezondheid en het zelfvertrouwen van hun gebruikers? Daar heb ik ook zo mijn vraagtekens bij. Maar er zijn dus ook bedrijven die beweren dat er een heel groot ander perspectief aan zit. Namelijk een heel groot financieel perspectief. Een groot deel van de influencers verdienen namelijk nog steeds geld aan de hand van het aantal likes op een post. Op dit moment zijn de likes dus nog zichtbaar voor jou en ik, maar zodra het experiment van Instagram gaat starten, zijn de likes alleen maar zichtbaar voor de influencers zelf. En dat is iets om je zorgen om te maken, zeker als bedrijf en zeker als je met influencers werkt. Want op het moment dat de likes alleen maar zichtbaar zijn voor mij en jij geen toegang meer hebt tot de statistieken van mijn posts of video's, dan betekent het dus eigenlijk dat als ik meer inkomen wil, ik heel gemakkelijk die cijfers dus kan manipuleren. En er gaan dus nu zelfs geruchten dat Instagram bezig is om een eigen influencer platform op te zetten, waarin zij eigenlijk willen gaan bemiddelen tussen vraag en aanbod op Instagram. Ja, en als je daarover nadenkt, is het natuurlijk best wel slim, want op dat moment heeft Instagram dus als enige naast jou toegang tot alle statistieken van jouw posts of video's op jouw feed en binnen jouw Instagram profiel. En dan kun je er dus ook niet meer over liegen. Dus eigenlijk gaat alles toe naar een wat transparanter Instagram. En eigenlijk ben ik daar eigenlijk wel een heel groot voorstander van. Want ik roep al jaren dat het aantal likes op een post niks betekent en het aantal volgers niks betekent. En heel veel mensen in mijn omgeving hebben al tegen mij gezegd, joh Demi, je moet likes kopen, je moet dit doen, je moet dat doen. Maar ik geloof erin dat als jij voor iets staat, als je ergens passie voor hebt, als je ergens energie van krijgt, als je dat kan delen met mensen, dat je er dan altijd wel komt. En daarvoor heb je niet per se heel veel likes nodig of heel veel volgers nodig. Het gaat erom dat je met mensen kan verbinden en dat je mensen kan inspireren en informeren en motiveren om het beste uit hunzelf te halen, uit hun business te halen of wat je doelstellingen qua bedrijf of persoon dan ook mogen zijn.
Wat ik aan het begin van deze video ook zei, is dat dus deze vrijdag het experiment in Nederland gaat starten. Dus als jij onderdeel bent van het experiment, dan zie je helaas geen lijst meer. Met zoveel verschillende gebruikers wereldwijd ben ik enorm benieuwd naar jouw mening over het verbergen van likes op Instagram. Dus laat hieronder in de reacties even jouw mening horen. En laat ook even weten of je dit soort video's leuker vindt en of ik deze video's vaker moet maken. En dan zie ik je in de volgende video.